Hey allemaal, we zijn op dit moment bij Riverview Tourist Village in Catherine. Een heel fijn vakantiepark waar je met je caravan of met je camper kan komen slapen. En wij hebben vannacht een motelkamer gehad. Een heel fijn park waar het personeel heel vriendelijk is en alles is ontzettend schoon. Alle faciliteiten heb je in de buurt. Op loopafstand naar de hot springs. Ik ben vannacht naar de hot springs gelopen, 5 minuutjes lopen, lekker door de jungle heen. En ze hebben een eigen ingang, dus je hebt eigenlijk een privé stukje waar je lekker tot jezelf kan komen en heerlijk in de natural pool kan liggen. Daarnaast hebben we gisteravond een heerlijke maaltijd gehad bij Barra Café. De chef komt volgens mij uit India en is echt een voortreffelijke kok. Ik heb lekkere steak gehad en een seafood salad en ik heb zelfs een beetje over, dus ik kan straks lekker lunchen en dat meenemen. En wat bijzonder is aan deze plek is dat het zeg maar tussen Metarenka, Darwin en Alice Springs ligt. Dus als je op reis bent, kan het goed zijn dat je een aantal keren door dit plaatsje komt en weer hier terugkomt. Dus je ziet dat verschillende mensen kennen elkaar hier, maken een babbeltje met elkaar en komen weer eigenlijk als het ware thuis. En ik ben maar 1 nacht hier verbleven, maar het voelt wel voor mij alsof ik weer een beetje thuis kom. Helaas moeten we vandaag weer weg, maar zeker een super fijne plek om hier een nachtje of misschien wel 3 tot 4 door te brengen. Ze hebben hier ook een heel schattig hondje waar je mee kan knuffelen en gewoon even lekker tot jezelf komen. Dus kom hier naartoe, relaxen en ga weer lekker verder op pad en geniet van je reis. Zie jullie!